Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze hele mooie waaier maken. Het lijkt moeilijk, maar het zijn heel veel lossen van 5. Die lossen van 5 zitten hier tussen. En je begint aan de onderkant. Ja, deze is rond gehaakt. Omdat voor het truitje de ring sluiten heel makkelijk is. Maar als je ziet hier dat je begint met een rij lossen. En dan ga je met vaste, losse en een vaste. En ik zal straks uitleggen hoeveel dat je nodig hebt voor alle toeren. Dat doe ik heel rustig. Per toer ga ik dit uitleggen. En als je deze steek kan, ja, dan kan je daar hele mooie zomerjurkjes of ja, dit kan ook een kleedje worden. Maar dit kan ook een vest zijn. Dit wordt een truitje of een jurk. Dat ligt eraan. Of ik het haal met de wol, dat heb je wel eens. Maar ik zal zo even uitleggen welke wol ik heb gebruikt en welke haaknaald. En ja, dan gaan we beginnen. Dus ik zie je zo terug. Om deze waaiersteek te leren heb je wel een paar dingen nodig. Dus ik zal even zeggen wat de benodigdheden zijn. Ik heb een bolletje wol, de Amy. En de Amy kost 1,29 momenteel bij de Zeeman. En dit is op haaknaald 2,5 tot 3,5. Maar ik heb haaknaald, als je het zo ziet, nummer 4. Even kijken of ik hier iets scherper kan stellen. Ja, nummer 4, een schaartje, twee steekmarkeerders of één, in ieder geval voor de toer, dat je weet waar de toer eindigt en waar je weer moet beginnen. Dus dan zet je even een steekmarkeerder erin en een stopnaaldje. Dit patroon werkt heel makkelijk, maar ik ga het per toer uitleggen. Dus dan gaan we gewoon stap voor stap doorheen en dan kan iedereen die stokjes kan haken, kan deze mooie waaiersteek leren. En je kan nu opzetten, gewoon met een opzetlus. Ik wil eventjes wel het begin. Een beginnetje hebben. Ja. Een gewone opzetlus. Ja, ik maak hem eigenlijk altijd zo dat je hem eigenlijk om je vinger wint. Dan hou ik hem vast en dan trek ik hem hier doorheen. Maar dat doet iedereen op zijn eigen manier. De waaiersteek is deelbaar door 20, dus ja, kijk, dit truitje of jurk, wat je ook maken wil, ik kan wel even meten, en dan meet je even je heupomtrek, en dit is precies ja, 50, dus 1 meter, dus mijn heup is 1 meter, ja, bij mij is het een beetje aan de ruime kant hoor. En dan ga je gewoon lossen maken en dan doe je elke keer 20 steken totdat je aan je gewenste lengte komt. Dus je deelt, je maakt elke keer 20 lossen, 20 lossen, 20 lossen. En als je klaar bent met je lossen, dan sluit je de ring en dan gaan we beginnen aan de eerste toer. Als je de gewenste lengte hebt met je losse, dan sluit je de ring. Dus je pakt gewoon de eerste steek. Die gaat bij mij ook altijd lastig hoor. En dan sluit je de ring
Die was lastig, maar dat maakt niet uit. Ik heb nu maar een kleine ronding gemaakt, omdat ja, om het uit te leggen en de toeren zo lang zijn, dan is het makkelijker om een iets kleinere ring te pakken. En je begint met 5 lossen en een vaste in de 4e steek. Dus je zet 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En dan ga je de 4e steek opzoeken. Dat is dus vanaf de begin. 1, 2, 3. En dan de 4e steek. En dan zet je een vaste in. Doorhalen, draad ophalen en een vaste. En dan doe je weer 1, 2, 3, 4, 5. Je mag gerust heel losjes haken. En dan in de 1, 2, 3, 4e steek zet je weer een vaste. En zo herhaal je de hele toer tot het eind. Dus dit is toer 1. 5 lossen, een vaste in de 4e. 5 lossen en een vaste in de 4e. Dus je slaat er 3 over en in de 4e zet je een vaste. En op het eind van de toer zie ik je weer terug. En dan zijn we nu op het einde van de toer aangekomen. En dan doen we even nog de laatste 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan sluit je de toer hieronder, waar je begonnen bent, onderaan. Dan moet je wel 2 lusjes pakken, want dat is mooier. Dus dat je echt 2 lusjes op je haaknaald hebt. En dan sluit je de toer met een vaste. En als je dan je werk een beetje plat legt, dan zie je dat je al allemaal boogjes hebt gemaakt. Ja, ik heb nu een kleine ronde gemaakt. En als ik dan het voorbeeld kijk, dan heb je deze eerste toer met die lusjes, 5 lusjes en een vaste in de 4e van de opzetring. En dan gaan we nu met toer 2 beginnen. En toer 2 zijn 7 dubbele stokjes en die zet je in zo'n ringetje. Dus die 7 dubbele stokjes. En dan gaan we verder met weer 5 lusjes, een vaste, 5 lusjes, vaste, 5 lusjes, vaste. En dan in de volgende opening weer 7 dubbele stokjes. Dus we beginnen met 2 keer de draad om te slaan. Moet ik wel de goede draad pakken. 1, 2, en in dit eerste lusje, daar gaan we 7 dubbele stokjes maken. En als je klaar bent met de 7 dubbele stokjes, dan ga je meteen hierin een vaste zetten in die eerste lus. Dus dan sluit je eigenlijk het waaiertje in die eerste lus. En dan ga je weer 3 boogjes maken en die zijn allemaal altijd 5 lossen. 5 lossen en dan zet je weer een vaste in dit boogje. En dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan weer een vaste in het boogje. En dan hebben we hier al 1, 2 boogjes. En dan gaan we nog een boogje maken. 1, 2, 3, 4, 5. En in het volgende boogje ga je weer 7 dubbele stokjes maken. En als je op het eind van de toer bent, dan zie ik je weer terug. Dus 7 dubbele stokjes in de volgende opening. Kijk, en als je nu weer die 7
dubbele stokjes hebt gemaakt, dan maak je weer 3 van die boogjes van 5 lossen. Dus meteen na die 7 dubbele ga je hierin en maak je weer een vaste en 5 lossen. En zo maak je de hele toer af. Zorg je dat je 3 boogjes hebt en in het 4e boogje 7 dubbele stokjes. En dan zie ik je op het eind van toer 2 weer terug. En dan zijn we nu aangekomen op het einde van toer 2. En dan sluit je de toer in de eerste van de vorige toer, dus in die vaste. En daar zet je hem vast, het boogje, met een vaste. En dan heb je toer 2 is klaar. En dan zet je wel even een marker onderaan, zodat je weet van, nou hier begint de toer. In het begin kan je het ook aan het draadje zien. Maar dit wordt dadelijk het mooie boogje. Dus we gaan nu met toer 3 en dan gaan we meteen met een dubbel stokje beginnen op het eerste stokje en dan zetten we er een losse tussen. Dus je zet een dubbel stokje op de eerste stokje. En weer een losse. En weer een dubbel stokje op het tweede stokje. Dus op elk stokje zet je weer een dubbel stokje. Maar dan zet je er een losse tussen, een losse, en nou weer een dubbel stokje op het voorgaande stokje van toer 2. En we zijn nu bij toer 3 en weer een losse. En zo maak je weer 7 dubbele stokjes, maar dan zet je er een losse tussen. En dan zie ik je daarna weer terug. Je hebt nu 7 stokjes, dubbele stokjes gemaakt. En op het einde dan ga je hier dus in die eerste lus een vaste zetten. En dan maak je mee die waaier eigenlijk dicht van toer 3. En dan ga je 2 boogjes tussen de waaiers maken. En elke keer hoef je maar tot 5 te tellen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen en die zet je weer vast met een vaste in het volgende boogje en weer 5 lossen en die zet je weer vast in het volgende boogje en dan kom je bij de volgende waaier aan en dan ga je weer een dubbel stokje op de eerste stokje zetten en weer een losse ertussen en zo weer op elk stokje een dubbel stokje en dan zie ik je op het eind van de toer 3 terug hier bij het eind en we zijn op het eind aangekomen van toer 3 en dan doe je nog 1 vaste in het laatste boogje dus dat je weer 2 boogjes hebt en dan ben je op het einde van toer 3 dan gaan we aan toer 4 beginnen en dan begin je meteen met een dubbel stokje op het eerste stokje en dan zet je er 2 losse tussen en dan ga je weer een dubbel stokje op elk voorgaand stokje en 2 losse tussen en op het eind zie ik je weer terug. We hebben nu 7 dubbele stokjes op de voorgaande stokjes gehaakt met 2 losse ertussen en dan ga je weer in het boogje een vaste zetten dan weer 5 losse 1 2 3 4 5 en dan weer in het volgende boogje een vaste
En dan hou je dus maar één boogje over. En dan begin je meteen met weer een dubbel stokje op het eerste stokje van de volgende waaier te zetten. En weer twee losse ertussen. En zo maak je de hele toer af met één boogje tussen de waaiers in. En dan zie ik je op het eind van toer 4 terug. We zijn nu aangekomen op het einde van toer 4. Zetten we dus na die 5 losse even één vaste nog in het laatste boogje. En dan gaan we aan toer 5 beginnen. Kijk, we hebben nu 1, 2, 3, 4. En dan gaan we aan toer 5 beginnen. En toer 5 is eigenlijk weer een hele andere toer. Die begint met, ik zal even deze opzij. En het voorbeeld bij. Dit is toer 5. En dit begint met stokjes. En dan moet je in elke boog van die 7 stokjes, doe je 5 stokjes maar haken, maar die zet je vast op het stokje met een vaste. Dus we zullen beginnen met toer 5. Deze weer even aan de kant. We pakken ons werkstuk. Kijk, dit is ook makkelijk om even te oefenen, hè, dat je de steek te pakken krijgt. Dus in die boogjes waar je dus die stokjes hebt, en dan moet je zorgen dat je 1, 2, 3, 4, 5, 6 openingen hebt. Dus je pakt niet de eerste opening, maar je pakt de tweede opening. Dus want dit is nog het boogje, dus na het dubbele stokje, dan ga je gewoon 5 stokjes in deze opening zetten. Dus dit is 1, 2, 3, 4. Niet te snel willen. 5 en dan zet je hem vast op het eerste dubbele stokje met een vaste. En dan begin je met de volgende opening, doe je weer 5 stokjes. En op het eind van die 5 zet je hem weer vast op het dubbele stokje met een vaste. Vier, vijf, en dan heb je op het dubbele stokje, daar zet je weer een vaste, en even kijken of ik het dubbele, kijk, deze gewone dubbele draadje pakken, en daar een vaste. Ik zal even dichterbij kijken, kijk, en dan heb je 6 openingen waar je 5 stokjes in doet, met die sluit je met een vaste. En dan zie ik je op dit stukje weer terug. En nu hebben we het einde van die 1, 2, 3, 4, 5, 6 openingen. En hebben we 5 stokjes. En op het einde dan zet je een vaste in die enige opening. En dan ga je weer verder met die andere waaier. Dus hier zet je een vaste in. En dan ga je in deze waaier, de volgende waaier, weer 5 stokjes en een vaste op het dubbele stokje zetten. Dus ik doe even mee. We zetten hier in deze lus een vaste. Dus dan sluit je eigenlijk de waaier. Nou zit net mijn draad een beetje dubbel. Dus ik ga even opnieuw mijn stokje maken. Want je kan het beter, als je draad een beetje verkeerd zit, gewoon uithalen. Dan dat je doorgaat en het blijft lelijk. 1, 2, 3. Nog even 2 stokjes bij, want ik heb iets uitgehaald. 4. 5, en dus dat laatste groepje van 5, die zet je vast in de opening met een vaste.
En dan ga je weer in die volgende waaier, maar dan sla je deze over. Je begint echt na het dubbele stokje. Daar ga je weer 5 gewone stokjes maken. 1. 2. 3. 4. 5 en die zet je weer vast met een vaste. En zo ga je deze waaier weer afmaken. En dan zie ik je op het eind van toer 5 terug. En we zijn aangekomen op het einde van toer 5. En we gaan nu dus nog even 1 vaste hier in de laatste opening. En dan beginnen we met toer 6. Op 1, 2, het derde stokje. Daar zetten we even 1 stokje. En dan gaan we 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En die gaan we vastzetten in het middelste stokje. 1, 2, het derde stokje. Met een vaste. En dan gaan we weer 5 lossen. En die zetten we ook weer vast 1, 2 in de derde. Zodat je allemaal mooie boogjes krijgt. Kijk, dan krijg je allemaal mooie boogjes. Alleen tussen die waaiers in moet je met stokjes werken, maar daar zijn we nog niet. Kijk even mee. 1, 2, 3, 4, 5. En weer op de 1, 2, derde bovenste. Van het waaiertje zet je hem vast met een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, de derde, een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. Dus de eerste, tweede, de derde, een vaste. En dan kom je tussen die waaiers in. Dus dan ga je van de ene waaier naar de andere. En dan moet je deze, dus die laatste, niet sluiten met een vaste. Sorry, even terug uit. Maar de laatste waaiertje moet een stokje zijn. Maar je doet wel eerst 5 lossen. En dan een stokje op het middelste stokje. En je begint weer de nieuwe waaier ook met een stokje op de 1, even goed tellen, 1, 2, op de derde. Daar begin je mee. Dus daarmee spring je de waaier, zeg maar, daar begin je mee met de nieuwe waaier. En dan doe je weer 5 lossen en een vaste op de volgende boogje, op het volgende boogje. Dus die, hoe je van waaier naar waaier gaat, dat doe je eerst 5 lossen en op de laatste zet je een stokje en op de eerste zet je een stokje meteen door. Hier doe je weer 5 lossen, een vaste, 5 lossen, een vaste en als je op de laatste bent, dan kom ik weer bij je terug. We zijn nu op toer 6 met het laatste waaiertje. Heb ik toch die 5 lossen maak je dan. En het laatste waaiertje doe je in de middelste. Dus 1, 2 sla je erover. Daar zet je een stokje in. En dan begin je aan de nieuwe waaier ook met een stokje. Dus 1, 2 en in de derde. Eerst even draad omslaan en in de derde. 1, 2, dit is de derde. Daar zet je ook een stokje. En dan kan je weer verder met je lossen, 5 lossen en de vaste. Dus hier moet je opletten als je
de ene waaier klaar bent en je gaat naar de ander, dan pak je eerst vanaf de tweede laatste 5 losse en meteen een stokje. En dan zet je ook een stokje in het eerste waaiertje. En dan ga je weer 5 lossen, een vaste, 5 lossen, een vaste, 5 lossen, een vaste, totdat je weer op het einde bent. Dan zie ik je op het eind van toer 6 terug. En nu zijn we op het einde van toer 6. En dan heb je, als het goed is, hier nog 5 lossen en een stokje in het laatste boogje gemaakt. Dan sluit je de toer hier op dit stokje. Dit stokje van het eerste boogje. En dan sluit je de toer met een halve vaste. En dan pak je eventjes je markeerder. En dan ga je daar, omdat je nu weer verder gaat. Nu gaan we met toer 7 verder. Zet je hem even hier neer, want anders dan, ja, begint je marker, zeg maar, te ver hier. Dus je marker zet je eventjes op het einde van een boogje. En nu gaan we met toer 7. En toer 7, kijk, je hebt hier toer 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebben we nu gedaan. Kijk of je het goed kan zien. Je hebt hier nu boven die boogjes gedaan. En nu hebben we weer een toer boogjes nodig. Dus deze. Maar dit lijkt misschien te ingewikkeld, dus die leggen we gewoon lekker aan de kant. En dan gaan we nu weer een setje van 5 boogjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. En die zetten we weer vast in het boogje met een vaste. En weer 5. En die zet je weer vast met een vaste. En zo ga je de hele toer af. Elke keer 1, 2, 3, 4, 5. En in een boogje zet je hem vast. 1, 2, 3, 4, 5. En in een boogje zet je hem vast. En ook als je bijvoorbeeld hier komt, dus het einde, nou, daar ga ik nog eventjes mee haken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan zet je hem hier ook weer vast. Kijk, en dit zijn die einden van die waaiers, maar je pakt dus dadelijk, hier ga je dus weer overheen. Dus je gaat over dit beginpunt heen. 1, 2, 3, 4, 5 en weer een vaste. En zo maak je heel toer 7 af, dat je weer allemaal van die boogjes van 5 lossen en een vaste krijgt. En hetzelfde als toer 1, hè, dan begin je weer eigenlijk met een nieuwe waaier nu. Dus het lijkt ingewikkeld, maar straks komt die nieuwe waaier in dit puntje. Maar eerst maar eens toer 7, dus gewoon 5 lossen en een vaste in elk boogje. En dan zie ik je op het eind weer terug. En we zijn op het einde van toer 7 aangekomen en die sluiten we in die eerste lus van het begin van toer 7. Dus die sluiten we met een vaste. En dan gaan we nu weer die lusjes maken hier bovenop. Dus 1, 2, 3 lusjes. En dan gaan we dadelijk in het begin weer hier. Hier moet een waaier weer inkomen. En hetzelfde als toer 2, dus 7 dubbele stokjes. Dus nu ga ik even terugtellen dat ik 1, 2, 3 boogjes dadelijk krijg. Nou, ik zal eventjes beginnen met 5 lossen. En dan zet je weer een vaste
in die lus. En dan gaan we weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je weer vast in die lus. En dan zijn we er bijna. Kijk, dit is de opening tussen de twee boogjes. En in deze opening gaan we weer, net als toer 2, 7 dubbele stokjes maken. En daartussen moet je zorgen dat je 1, 2, 3 lussen hebt. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je ook weer vast in de volgende lus. En we komen ook uit, hoor. Dus we zitten hier precies tussen die twee boogjes in. En hier gaan we weer 7 dubbele stokjes maken als toer 2. Nou, even opnieuw, hoor. Maar op zich denk ik nu dat je, als je 7 dubbele stokjes maakt en weer 3 boogjes, ja, dan heb je het patroon te pakken. Dan kan je dus, ja, nu is hij zeg maar in de ronde gemaakt. Je kan hier dus een truitje van maken, of een kleed, of een jurk, of wat je maar wil. Maar je hebt hem nu te pakken. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Graag duimpje omhoog voor ja, de goede respons. En hieronder mijn foto aanklikken om te abonneren. En ja, je ziet elke keer de nieuwste haak steken. En deze is gewoon makkelijk aan te leren, hoor. Je moet hem even doorhebben dat je echt begint met ja, gewoon vanaf stap 1, toer 1 tot en met 7 volgen. En dan ga je weer die boogjes maken. En dit is echt een hele mooie steek, opengewerkt, mooi zomersteek. Maar ik zou zeggen, bedankt voor het kijken nogmaals en abonneer op, klik op de foto. En dan zie ik je de volgende keer weer terug voor de nieuwste haaksteken.